is het 2-0. En dan is het Heitinga. Die het laatste tikje geeft. Die staat er net in. Feest compleet in Amsterdam. 3 minuten naast André krijgt hij hem eigenlijk per ongeluk op het hoofd. Vrij trap is van Bukari. Slecht gedekt en de goal van Heitinga. Dat is John Heitinga die het doet. En Ajax staat op 2-0. Maar wat staat die vrij? De vrije trap van Perez. Heitinga, die stond er al een poosje en die scoort. En Johnny Heitinga zet in de 10e minuut van de tweede helft Ajax op een 1-0 voorsprong. Hier is de kans en Heitinga maakt 2-0. John Heitinga scoort, Perez neemt de vrije trap snel, Huntelaar heeft overzicht en Heitinga kan heel simpel de bal langs voor hem schieten. Sneijder. 1-1, doelpunt van Johnny Heitinga. Nota bene Heitinga, die het vertrouwen heeft gekregen van Koeman, die het hier doet voor Ajax. Ja, die kan dat soort mooie acties maken en het is weer raak. Ja, dat zou Sparta toch moeten weten. Een grote passeerbeweging en daarmee creëert hij zichzelf veel ruimte. Gescoord. Dat is de bal van Perez, daar is Heitinga. Ja, daar is het doelpunt. Het doelpunt waar eigenlijk heel Amsterdam op wacht. De dag waarop officieel afscheid wordt genomen van hem, scoort hij. Wordt naar de eerste paal. Gabri kan opvangen en klaarleggen. Tijd voor het schot, tijd voor het doelpunt. 1-0 voor Ajax. Heitinga maakt hem. En nu heeft Vorm geen antwoord en is het 1-0 voor Ajax. Uitverdedigen niet goed. Gabri legt klaar en wat een heerlijke uithaal dan van Heitinga. Babel loopt, Gabri ook. Ruimte daarom misschien wel voor Heitinga. Ja, oh, Heitinga, dat leek niet overraag op die mislukte poging van zojuist. Want hij zit er fantastisch in. Ruimte voor Heitinga. Heitinga met een mooie demarage. Heitinga met links een mooie goal van Ajax. Het is dik verdiend, wat een mooie demarage voor Heitinga. Daar zet hij zomaar wat vrije nodig mee uit de wind.